beginnen. Ja, we zijn hier vandaag in het Sandberg Instituut, waar Clint, Nicola en ik een kombucha brouwerij zijn begonnen. In de kunstacademie, omdat wij een verbinding willen maken tussen kunst en consumeerbare producten. En in dit geval zijn we bezig met het brouwen van kombucha thee, gefermenteerde thee. En ik wil jullie graag even de brouwerij laten zien. Goed, in deze warmhoutkast die we hebben geïsoleerd met hennep, zorgen we ervoor dat de temperatuur altijd op 24 graden is. En die temperatuur is nodig om de thee zo snel mogelijk te laten fermenteren. Op zo goed mogelijke manier te laten fermenteren. Want we voegen bij de jasmijnthee voegen we een symbiotische cultuur van bacteriën en gist toe. Dat is een soort van pannenkoek die bovenop de thee drijft en die de thee en de organische suiker die we toevoegen opeet en omzet in de bubbel en het zoete omzet in een zuur. En dan krijg je een hele een complexe smaak en een hele mooie drank. De brouwproces duurt ongeveer 11 dagen. En dan bottelen we de flessen en laten we op de fles nog 4 dagen doorgisten. En dan krijgt de drank echt een specifieke gas. Naast dat we thee brouwen zijn we ook heel erg bezig met te kijken wat voor producten er overblijven en wat we daar dan mee kunnen doen. Door er bijvoorbeeld een lamp mee te maken of te kijken naar de structuur van de thee. Of dat interessante kleuren oplevert of wat dan ook. En zoals je hier zag, door het te drogen krijg je een hele interessante structuur. Wat is dat dan? Dit is de gedroogde bacterie, zeg maar, die bovenop op de thee drijft. Het is eigenlijk hetzelfde als deze, maar we hebben hem in deze droogoven gestopt. En dan laat je hem 24 uur of zo laat je hem drogen. En dan komt hij er. Dan komt hij er zo weer uit. Oké, nou, we zijn nu bij de bar. Achter me wordt er thee gebrouwen. En hier verkopen we onze glazen en flessen van de Boot Brothers. Oh, lekker. Een soort van limonade. Hoeveel moet je dan drinken om er dronken van te worden? Nee, je wordt er niet dronken van. Maar wel. Oké. Hoeveel alcohol zit erin dan? Minder dan 0,5%. Oké, dat is dus.